allemaal kaal. En nu ga je naar de kapper, zei moeder. Je haar lijkt wel een vogelnest. Zeg tegen de kapper dat hij het zo kort mogelijk knipt. En mag ik dan onderweg een ijsje kopen? Vroeg Flottertje. Nee, zei moeder. Je hebt er al twee gehad. Maar ik heb het zo warm, jammerde Flottertje. Als dat haar eraf is, krijg je het vanzelf weer koeler, zei moeder. Tjonge, wat een haar, riep de kapper. Het lijkt wel een hooiberg. Hoeveel moet er af? Zo kort mogelijk, zei Flottertje. En bij Smeerkees ook zo kort mogelijk. Zo kort mogelijk? Vroeg de kapper, dat betekent helemaal kaal. Hé ja, zei Flottertje, dat is leuk. Een half uur later stond Flottertje op straat met haar hond. Ze waren alle twee volkomen kaal geschoren. En dat was lekker cool. Er stonden kinderen op straat die begonnen te lachen toen ze de kale Flottertje zagen met haar kale hond. Flottertje lachte zelf nog harder en riep, het is heerlijk cool. Dan gaan wij ook naar de kapper, zeiden de andere kinderen. De kapper kreeg het druk. Na een uurtje stonden er 10 kale kindertjes en een kaal hondje op straat. Ik weet wat, zei Flottertje. Ze nam een tekenstift en tekende op ieder kaal hoofd een letter. 1 jongetje kreeg een letter N en 1 meisje een letter W. En zo kregen ze allemaal een letter. Flottertje zelf ook, terwijl Smeerkees werd versierd met een groot uitroepteken. Eerst kon niemand zien wat het betekende, want alle kinderen liepen door elkaar. Maar toen gingen ze netjes op een rij staan en je zag dit. Wij eisen ijs. Alle mensen op straat bleven staan om te kijken. Ook de juffrouw van school die heel toevallig langskwam. Ze schrok erg en ging naar Flottertje toe. Het is fout, zei de juffrouw. Overal waar een korte ij staat, daar moet een lange ij staan en omgekeerd. Ja, juf, zei Flottertje. Ze wreef Marietje en Jantje schoon. En op het hoofd van Marietje zette ze een lange ei. Toen moesten er een paar omwisselen in de rij. En nu zag je dit. Wij eisen ijs. Zo is het goed, zei juf tevreden. En ze liep door. Maar de arme Jantje had nu geen letter meer op zijn hoofd. Hij hoorde er niet meer bij en ging staan huilen op de stoep. En omdat hij huilde, kreeg hij dadelijk een ijsje van een aardige meneer. De anderen gingen naar Flottertjes huis. Toen moeder de deur opendeed, zag ze 9 kale kindertjes en een kaal hondje op de stoep. Help, riep ze. Wat is er met je haar gebeurd, Flottertje? Het moest toch zo kort mogelijk, zei Flottertje. En kijk eens van achteren. Alle kinderen draaiden zich om en nu zag moeder wat er op hun hoofdje stond. Wij eisen ijs. O nee, riep moeder. Wie eist, krijgt niets. Zo is dat. Ik stop jullie allemaal in bad. 9 kindertjes in het bad en een hondje. Dat was me een herrie en een gespetter. Maar toen ze allemaal schoon waren, kwam vader thuis. En ze kregen toch allemaal een ijsje.